meerwaarde van de verschillende generalisten wordt duidelijk bij het matchen van de cliënten en bij de casuïstiekbespreking. Het multidisciplinair werken leidt tot een aanpak waarover de cliënten enthousiast zijn en die effectief is. Elk team heeft op basis van deze uitgangspunten zijn eigen werkwijze ontwikkeld. Wij hebben een heel leuk team waarin ik echt kan... Ik denk dat wij redelijk binnen wat haalbaar is optimaal met elkaar samenwerken. Een hele veilige sfeer hebben in ons team. Toch merk je dat je beperkt zicht hebt op wat collega's in teams doen, in gezinnen doen. Je hebt niet automatisch aan een half woord genoeg, omdat je gewoon hele andere achtergronden hebt. En ik merk bijvoorbeeld dat ik met mijn collega's uit de jeugdhulpverlening veel makkelijker afstem en samenwerken in een gezin dan met een collega die echt een totaal andere achtergrond heeft. Daar moet ik veel harder voor werken. Dus ik zie niet altijd precies hoe collega's werken in gezinnen. En de vraag is of je dat inderdaad niet toch wat meer van elkaar zou moeten weten. Ook om een soort continue kwaliteit neer te kunnen zetten. Ik vind dat we meer diepgang in ons werk zouden moeten hebben. Door de keuzes die we maken in gezinnen beter vast te leggen. En ook de inzichten die wij verkrijgen over het gezin beter vast te leggen. En de reden daarvan is eigenlijk... Er zijn meerdere redenen voor, zowel naar buiten toe... Naar jeugdhulppartners, externe organisaties die soms gewoon rapportages nodig hebben. Is het belangrijk dat je kunt laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard natuurlijk ook voor het gezin zelf. We worden heel vaak gevraagd door ouders om toch iets van een evaluatie van wat we gedaan hebben. Vaak is dat ook omdat ze daar bijvoorbeeld weer naar gevraagd worden door bijvoorbeeld een advocaat of... Dat het op andere levensgebieden nodig is om te laten zien waar ze met de hulpverlening mee bezig zijn. Ja, in standaard wordt eigenlijk bij elke cliënt gevraagd en verwacht waar is het plan van aanpak. Bij een aantal van mijn cliënten heb ik geen plan van aanpak. En dan werd er gevraagd waar is het, waarom is het er niet. Het is een type cliënt waarbij dat niet gaat werken. Dus geef me vertrouwen, geef me de ruimte. Ik ga investeren in het contact. En misschien over 3 maanden is er wel een plan van aanpak of wel een afspraak of wel een doel waar we heen kunnen werken. Maar het gaat meer om het vertrouwen en ruimte geven van we zien dat dit hier op een andere manier iets nodig is. Een bepaalde structuur is denk ik wel noodzakelijk, maar daarbinnen vooral veel ruimte om met elkaar over dingen na te denken en creatief te durven zijn. Dan zou je kunnen denken, gaan we dan niet allemaal te veel op elkaar lijken? En allemaal op dezelfde manier te werken en verdwijnt je specialisme dan niet. Ik vraag mezelf af of dat dan zo erg is. Want we begeleiden nou eenmaal allemaal dezelfde gezinnen. En dat moeten we ook wel op een iets wat eenduidige, kwalitatief hoogstaande manier kunnen doen. En we worden gewoon steeds meer werkers. Je hebt wel 1 specialisme, maar je wordt gewoon in steeds meer dingen goed. Je leert ook van elkaar in de casuïstiek. Het hoeft niet te betekenen dat je in gezinnen daadwerkelijk heel anders te werk gaat. Dat zou zelfs absoluut mijn voorkeur niet hebben. En natuurlijk moet je je werk en wat je aan het doen bent verantwoorden. Maar ik denk dat het ongezond is als dat 60-70% van je werk is. Het moet het middel zijn en niet het doel. En als er iets escaleert, dan lijkt het me niet meer dan normaal dat je ook kunt aantonen. Dit heb ik gedaan, deze stap heb ik ondernomen. Ik denk dat dat een basis is in je werk en dat dat ook geen probleem hoeft te zijn. Maar... het moet niet doorschieten naar als we alles hebben vastgelegd, dan is het veilig en dan gaat het ook nooit mis.